Dat weet ik wel dat het niet mag. Altijd. Ja. Hoi, welkom. Hoi, hey. Bij de derde vlog. Ik hoop dat we rechtop staan in beeld. Staan we rechtop? Staan we rechtop. Laat het even. Laat het even weten. Staan we rechtop? Is het beeld nu goed? Is het gelukt? Ja, nou ja, dat gaan we vanzelf zien. Jullie hadden het gezien. Ik ben uit mijn humeur. Valt wel mee hoor, maar ik ben gestopt met roken. Valt helemaal niet mee. We hebben het zwaar. Stel ze gaan. Nee, het valt maar even een applaus, want ze is gestopt met roken. Ja. Oh ja, Franziska, kijk. Oh. Franziska, sta maar rechtop in het beeld. Of zeg, moet je je hoofd even... rechtop staan. Ja, maar kijk. Dichter bij jezelf dan. Ja, ik kan het niet lezen. Dat beeld ook hier zo. Zo. En natuurlijk duimpjes. Zien jullie ons? Als alles goed, even duimpjes en hartjes. Wee. Hey, maar maandag, nieuwe week, nieuwe energie. Wij zijn weer begonnen met lopen. Na een weekend niet gewandeld te hebben. Wat maakt jullie gelukkig? We hebben wat in de dotten zitten. Wat ons gelukkig maakt. Eerst wat mij gelukkig maakt. Wat laat maakt zeg maar jullie niet staan gelukkig? Niet rechtop. Kunnen jullie het raden? Wij staan niet rechtop. Gaan we maar zo. Zo. Staan we rechtop? Oh. Kijk, ik heb iemand, ik noem het iemand, want het is voor mij iemand, in de dotten die mij gelukkig maakt. En vandaag een keer mee wel. Hey, onze Leo is mee. Kijk eens, Leo. Hey. Dit is de meest beroemde hond van Hoogeveen. Hij heeft ook een eigen pagina. Ja, op Insta, Leo. Leo was mee in de dotten vandaag. Natuurlijk loopt hij de hele tijd met ons mee. Hij heeft inmiddels 40.000, 50.000 stappies. Zo. Zijn arme kleine pootjes, die moeten zoveel stappen zetten tegen die van ons. Maar die maakt ons gelukkig. Zijn we nog live? Ja, staat zijn live. Ja, ja, zijn we live. Ja, maar ik heb het beeld gedraaid. Ik denk voor hetzelfde geld zijn we weer weg. Nee, we staan nog steeds live. Dan moet je nog even. Ik ben ontsmetten. We doen nog steeds onze corona best natuurlijk. Anderhalve meter afstand. Anderhalve meter. En natuurlijk onze handen desinfecteren. We hebben natuurlijk handen zonder nagels. Oh, ik heb mijn nagels nog steeds gelukkig mooi. Ik was net op tijd voor de corona. Lelijk, hè? Maar we hebben de dotter mee met gelukkige tas. En ik mag niet heel snel meer... Dus Manja gaat de tas uitpakken. Oh, ik ben bestempeld tot de tas uitpakken. Ja. Ja, want voor het lopen... Want we doen het natuurlijk om te lopen. En we proberen 10.000 stappen te halen. Maar dat is best wel een dingetje. Als je niet zoveel loopt... En je hebt wat energietekort... En dat verandert natuurlijk wel met het beginnen met lopen. Dan krijg je vanzelf energie, want het is natuurlijk en super gezellig met deze... Met mij. Gezellig. Ja, met, met jou. Met mij, niet op het moment. Ja, sorry. Maar komt wel weer hoor. Een weekie en dan is het goed. Wat gebruiken jullie voor jullie energie eigenlijk? Laat ze even weten. Wat gebruiken jullie om energie te krijgen? Ik zie helemaal niks meer. Ik zie er wel een paar reacties aan. Ja, maar die zijn al... Nee, jullie staan niet rechtop. De laatste van Franziska. Hey Franziska, zijn we er nog steeds? Wat gebruik jij voor energie? Wij gebruiken de voedingssupplementen. Want als je niet goed eet, krijg je ook geen energie. Want als je niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, krijg je natuurlijk ook geen energie van. En, nou ja, dat ben jij niet nodig, want jij hebt energie zat. Zat. Als je een energiestoot nodig bent, dan heb je de Mito 2 Max. Voor een extra stoot energie. Maar het leukste komt. Ik kijk ook. Wie kijkt? Ja, ik kijk zelf. Jij kijkt zelf. Ik kijk of we er nog wel waren. Oh, kijk. We hebben iets leuks. We hebben iets leuks. We gaan even wisselen van de wacht. Wisselen van de wacht. Geluk zit in je brein. Laat even goed zien. Tadaa. Geluk zit in je brein. Ja. Oh, dan is hij natuurlijk weer gespiegeld, hè? Oh ja. Dat hebben we nog niet goed uitgevogeld. Dat komt. Ooit. Dat gespiegelde. We hebben een hele leuke quiz. Ja. Jullie moeten even opletten, even goed en goed intypen, want we gaan jullie vragen stellen. Een stukje ervoor ook nog even lezen. En kunnen jullie deze live delen overigens? Oeh, hebben jullie de mogelijkheid? Licht van boven. Licht van boven. We hebben licht van boven. Wie is dood? Oh. Gaan we de quiz of moet ik het stukje nog even lezen? Nee, doe de quiz maar. Hoe heet die quiz ook alweer? De Speel je gelukkig quiz. Yeah. Hey.
Je beweegt 30 minuten of meer. Wie beweegt 30 minuten of meer? En dan kan je kiezen tussen A, 5 dagen per week, B, 3 keer per week, C, 2 keer per maand of D, nooit. Nooit. Nooit? Nou, jij sowieso 5 keer per week als je met ons loopt, hoor. Bij mij wandelen. Hoeveel dus beweeg je? Want bewegen is een hele belangrijke, ook voor je gelukshormoontje. Daarom, ze zeggen ook niet voor niks, als je depressief bent, dan moet je het bos in. Ga wandelen. Ja, ga wandelen. Ga het bos in. Bewegen, sporten. Nou, niemand doet mee met de quiz. Niemand durven jullie het wie gewoon niet loopt, te zeggen? Wie loopt? Wie beweegt? Yvonne, beweeg jij? Marlies? Bewegen jullie? 7 keer, Richard. Woe! Welke Richard? Bremer. Ja. Oh, zeven, goed. 7 keer per week, oké. Okay, dus... Ja, die stond er niet bij, hè? Dat is dan... Hij heeft hem sowieso goed. Jij gaat door naar de volgende ronde. Ja. Je bent een hond. Je bent een hond. Oké. Okay. Je beschouwt beweging als A, leuk. B, onmisbaar voor je gezondheid. C, een noodzakelijk kwaad. D, iets waar je liever zo weinig mogelijk aan denkt. Laat eens even weten. Ik moet nog wat zeggen trouwens. Yes, mijn zus appte mij vorige week, dus even tussendoor. Ja. Die zegt, nou het is maar goed dat ze niet weten dat jij mijn zusje bent. Sharon Nijveld uit Koekangen. Wordt dit jaar 50, volgend jaar, dat is mijn zus. Ja, voor het geval dat. Oh ja. Ja. Nu weet iedereen nu het weet wel. Iedereen het, zo. Want ze schaamt zich van mij. Nou, nu weet geen ontkomen meer aan. Klaar. Ook weer duidelijk. Dus wat waren de antwoorden? Waar kon ze uit kiezen? Je beschouwt beweging als A, leuk. B, onmisbaar voor je gezondheid. C, noodzakelijk kwaad. D, iets waar je liever zo weinig mogelijk aan denkt. Geef even een duimpje. Wie vindt bewegen leuk? Duimpje. Noodzakelijk kwaad, Richard. Mag elk soort van beweging, hè? We hebben niet gezegd dat het wandelen moet zijn. Nee. Je hebt ook andere bewegingen. Dan wordt het ineens een stuk leuker. Wie vindt... Nou, nog niet veel likes. Niemand snapt hem. Oh ja, 1. Richard, die heeft een duimpje. Die snapt hem, ja. Dan komen we nu bij 3, misschien snappen jullie dan. Je hebt seks. Oh. A, minstens 3 keer per week. B, 1 keer per week. C, 1 keer per maand. D, donders. Nou. Je kan je niet meer herinneren wanneer de laatste keer was. Oh. Nou, dat is hoppa. Goed zo, Yvonne. Goed zo. Minstens 3 keer per week. Oh, dat is een goede oefening, ja. Ja, dat is ook bewegen. Of had je het nog over de beweging? Yvonne. Nou, dat is A. Dat is een pity. D, Richard. Och, ja, dan snap ik wel. Dit is just een noodzakelijk kwaad, die beweging. Oké, okay, we gaan door. Je neemt vakantie. A, elk weekend is vakantie. B, 2 keer per jaar. C, 1 keer per jaar. D, wat is vakantie? Ik hou wel heel erg van vakantie overigens. Ik ook. We reizen wel heel erg leuk. Ik ook. En de meesten hebben nu een beetje verplichte vakantie. Ja. Dat is wat minder. Maar met zo'n weer is het geen probleem. Nee. Nee, en ik denk dat heel veel mensen nu wel even bewust worden. Het is ook wel fijn om even, net wat je zegt, daarom is dit geluk zitten in je brein. Want je denkt jezelf gelukkig of ongelukkig, hè? En dit is wel een mooi moment om te denken, waar ben ik nou gelukkig mee en waarmee niet? Ja, nou, met roken was ik dus niet gelukkig. Ze is gestopt, dus we zeg nog maar steeds, even ja. Hierbij verklaard, Manon Moman. Dat ik niet meer ga roken voor de rest van mijn leven. Woehoe! Jullie hebben het allemaal gehoord. Goed zo. Ik heb het wel heel moeilijk hoor, maar goed. Dat geeft niet. Maakt niet uit. Hadden we allemaal. Zijn er nog meer rokers die willen stoppen? Die samen met mij willen stoppen? Mag hoor, meld je. Stuur me maar een berichtje. Doe me mee. Een praatgroep, we maken een... Ja, we gaan. En dan stop met roken. Ik heb een sigaret, nou en ik ook. Ja? Ja. Oké. Okay. Kijk uit. Ja. We worden aangereden. Nee. Je mag ook een praatgroep beginnen over dat seksobject, hoor. Ja, ja mag ook. Ja, maar... Ja, maar niet met mij. Nee. Mag met mij wel. Dat heb ik al zo lang niet meer gehad. We hadden er nog één. Je houdt van een spelletje. A. Wat? Wat staat er? Geocaching of zo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ja, dat doet Tineke zo allemaal. Wat is dat, geocaching? Dan moet ze ergens punten... die zijn overal in de bossen en zo. Ja, ik weet niet of Tineke kijkt, maar die weet dat precies. Net als dat Pokémon?
Ja, maar dit is leuker. Dan hebben ze wie zo'n... De kwadraten krijgen ze op zo'n apparaatje. Ja, dan moet je dan heen of zo. Ja. Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Wie doet hier trouwens aan Pokémon? Ook eens eerlijk. Ik zie wel eens volwassen mensen lopen op de hoofdstraat. En dan lopen ze met die phones en zitten Pokémons aan het vangen. Wie van jullie doet dat ook? Is wel wees goed voor eerlijk. Beweging hoor, trouwens. Want ja. Niels die doet dat. En ja, ik doe wel eens Niels. Met. Ja, nou, Niels. Ik doe wel eens met Niels. Oké, okay. Ja. Ik zie gewoon volwassen mensen zien, gaan Pokémons vangen. Hè? Ja, maar hij doet het ik nog ken wel een stel met wat verslaafd is, maar dat zeg ik zo niet. Voor roddels moet je naar, naar YouTube. Ja. Oh, hoe dom is. Wat valt er? Jouw bril. Oké, mijn zonnebril. Wat een DG. Ja. Geocat Abridge, Solitaire, je speelt nooit spelletjes. Wie houdt er van spelletjes? Of andere spelletjes, mag ik, ook hoor, die doe ik. Ik vind pokeren heel leuk. Yeah. Pokeren? Ja. Ja. Kan ook niet, nu. Ja, nee. Online. Ik snap geen jota van pokeren. Ik kijk. Vind het mooi. Tine Schoonemille houdt van spelletjes. Welke dan? Jullie kunnen toch typen allemaal? Ja. Hey Anja, hoi. Anja. Even wat duimpjes en likejes. Of Anja jullie heeft zijn zo'n puppy, die wil ik ook heel graag. Oh, zo witte. Hij is zo mooi. Ja? Ja, die heeft echt mooie honden. Wat voor puppy heeft ze? Dat weet ik niet. Zo'n witte, echt zo'n bol. Oh, zo'n wasmiddelpuppy. Ja. Ja, Richard poker, Bremer Richard, ook poker, ja. Ja. Ja, kon het maar, jongens. Ja, maar. Helaas. Online. Ja. Online. En dan nog, als laatste, als ik iets nieuws wil leren... A. Vier ik mijn vooruitgang met beloningen. B. Maak ik een lijstje van mijn doelstellingen. En vink ik ze af als ik ze bereikt heb. Nou, heb je nog meer werk van. Okay. C. Geef ik het halverwege op. D. Wacht ik tot het gevoel overgaat. Ja, ik snap de vraag. Nou, ik ook niet. Als ik iets nieuws wil leren, vier ik mijn vooruitgangen. Oh, ja, die A. Ja, A. Oh, ging om Pokémon. Ja, ging zeker om Pokémon. Oh, Yvonne Miedema zegt. En dus een van die volwassenen... Oh. Yvonne, doe jij Pokémon? Je hebt te rustig. Je werkt in de zorg. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oh, hadden we nog meer? Zit er nog meer? Oh ja. Ja. Slapen. Slapen. Want bij gelukkig zijn, dat staat of valt met lekker slapen. Ja, ik hoop dat, niet dat Henry kijkt, want dan heeft Lily weer... Oh, maakt niet uit, nee, Lily, ik doe heel voorzichtig hoor. Nee, beloofd, ja. Je moeder had zelf meegenomen. Ja. Slapen is heel belangrijk. Wie kan heel goed slapen en wie slaapt helemaal niet? Najib slaapt niet. Nee? Nee. Nou, daar hebben wij ook de grootste oorlog om. Er zijn zoveel mensen die niet goed slapen. Hè? En als je niet goed slaapt, dan raakt je lijf in de stress. Oh ja, waar worden we gelukkig van? Die had me niet nog meegenomen. Waar worden we gelukkig van? Chocola. Ja, ik sluit nu helemaal niet aan. Moet beginnen. Want dan ga ik het ene door het andere. Chocola. Daar word je wel gelukkig van. Ja. Ja, nou ja. En vervolgens later niet meer. Oh, ik weet niet. Kunnen jullie het trouwens zien? We krijgen een hele bijzondere maan, hè? Hij is al bijna vol. Hij zit een beetje nog verstopt achter de... is niet zo heel mooi nu, maar... Woensdag moet hij heel mooi zijn. Dan krijgen we zo'n mooie blauwe supermaan. Ja. Als wij niet goed slapen, oh ja, dan hadden we ook slaap. Hebben we slaaptabletjes. Serenity. Nou, geef me maar een overdosis voor straks. Dan doe ik naar Jeep dat. Morgen bericht krijg ik. Was het niet? Was het niet? Oh. Ja, afstand. Ja, ik heb afstand. Ja. Nou, dat was het denk ik. Wat in de tas zat. We gaan naar... Ik was de dotter. Ja. En het is maandag, ik moet nog een beetje op gang komen, dus ik ben heel rustig vandaag. En ze heeft ook een beetje moppes gehad, want Monique die kan gewoon niet 1 seconde in de mond houden. Ze had in 2 minuten onze hele dottertas leeggepakt. Ja. Dat was dus eigenlijk bedoeld voor een paar keer. Ja. Maar goed. En de gemeente belde nog over lege flesjes drank in dat vijvertje daarachter. Ik ontken alles. Staat ook niet op beeld. Nee, helemaal niet. Maar nou, dat was hem voor vandaag. Morgen. Morgen zijn we er weer. Ja. Tot morgen. Ja, toch? Ja, morgen zijn we er weer. Tot morgen. Doei. Doeg.